Ja. Ze moeten niet haten op de player, man. Hey, he be doing his thing, je weet toch? Je luistert naar Hotline Bling. Dat doen we iedere vrijdagavond hier op je radio. Dan hebben we het over liefde, over seks, over relaties. Maken we alles bespreekbaar. Doe ik iedere week met een bekende gast. En vanavond is dat James Watt. Yeah, yeah. We hebben net al het een en ander besproken. Er komen nog steeds heel veel bijzondere berichtjes binnen. Onder andere een berichtje van Letitia over het feit of er mannelijke hoeren in Nederland zijn. Laten we dat berichtje zo meteen eventjes mee gaan pakken, want dat is ook best wel een dingetje. Maar eerst hebben we nog iemand anders aan de telefoon. Max, geloof ik, hè? Max, goedenavond. Goedenavond. Hey, goedenavond. Wat wil je met ons delen, man? Ik wil namelijk een beetje meer de vraag van hoe erover gaat. Tenminste, moet ik het goed formuleren? Even kijken, als je als man zijn die in de 50 bent en je hebt een vrouwtje van net onder de 30, mm-hmm. dan zie je de oudere man altijd kijken van, goh, hoe doet hij dat? Yeah. Maar de jongeren zie je allemaal kijken en ook de vrouwen van, dat kan toch niet? Ah ja, ja. Dat is denk ik voor heel veel mensen wel herkenbaar. En je vraag is eigenlijk van, hoe staan jullie er tegenover? Of hoe, ja. Wat, ja. Dus even voor de goede orde. Het gaat dus om een oudere man boven de 50. Die gaat met een jongere vrouw onder de 30. En jij vraagt eigenlijk van, joh, kan dat of niet? Ja. Of hoe denken jullie daarover? Ah, James. Ja. Ze moeten niet haat op de player, man. Hey, he be doing his thing, je weet toch? Hij is gewoon lekker op leeftijd en zij is oud genoeg om te weten met wie ze wil gaan. Laat ze gewoon lekker gelukkig zijn en als mensen daar last van hebben, kijk dan de andere kant op. Ja. Be doing his thing. Ja, of het nou echt een liefde is of niet, dat maakt er niet uit. Ik bedoel, ze doen gewoon hun ding. Maar ik kan ook wel begrijpen dat heel veel mensen er vaak snel iets over denken. Die denken toch vaak van, die man die zal wel heel veel geld hebben. En zij doet het alleen maar voor het geld. Of dat soort dingen allemaal. Dat kan. Ik weet niet, hoe wordt het in de omgeving over gesproken, Max? Nou, het is een beetje verschillend, zeg maar. Dat zegt wel, een oude man kijkt echt naar je van, nou kan je dat, doe je goed. Ja. Maar zodra ze wat jonger zijn, hebben ze anders iets aan, dat kan toch niet? Ja. 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 En ja, want hoe kijk je er zelf tegen? Heb je er last van? Of gaat het om jou, trouwens? Zelf heb ik wel een beetje maling aan. Je weet zijn auto's, je voelt knop zich. Ja, precies. Ja, ja. Ja. Ja, je hebt er gewoon scheid aan en dat is goed. En die meid, hoe staat die erin? Is dit wel echt serieus? Op zich ook wel zo. Jawel. Maar op zich ook wel zo. Maar je hebt toch de omgeving wel een beetje af en toe vreemd reageert. Ja, dat snap ik. Maar dat hou je toch wel een beetje met groot leeftijdsverschil. Ook als het een jongere guy is met een wat oudere vrouw. Yeah. Dan krijg je toch ook een beetje hetzelfde. Maar het komt toch wel vaak voor tegenwoordig. Jongere toch? Guy met oudere vrouw. Nou ja, allebei. Als je bijvoorbeeld kijkt naar... Dan beginnen hier heel veel mensen te lachen in de studio. Als je bijvoorbeeld kijkt naar André Hazes junior. Oh ja. Zijn klopt, vrouw is volgens mij 14, 15, 16 jaar ouder. Klopt, die is een stuk ouder. Maar die hebben ook gewoon een kindje samen maar en alles. Ik zeg je ook eerlijk, voor een man kan het ook heel goed zijn. Omdat als je jong bent en je hebt dan een oudere vrouw die al meer heeft meegemaakt in het leven. Daar word je ook als man serieuzer van. Ja. Mm-hmm. Dat heb ik heel vaak. Ja, dat geloof ik ook wel. Ik voel me veel meer in tune met oudere vrouwen. Omdat hun situaties begrijpen. En ze zijn gewoon op dezelfde level als ik. Ja, en misschien heeft vriendin van Max dat ook wel. Dat kan natuurlijk. Ja, precies. Ja, ja, weet je, ik zou er gewoon scheid aan hebben ook, weet je wel. Want het bedoelt dus toch jouw leven, man. Boeien. Absoluut. Maar je komt er ook met andere mensen. Tenminste, tot je naar feestjes gaat en dat soort dingen. En dan krijg je toch altijd weer die blikken. Ja, maar ik denk wel dat, weet je wat vaak helpt? Als je het gewoon eventjes benoemt of er een grapje van maakt, dan is ook die spanning daarover uit de lucht. Zo van, lekker wijf, hè? En dan ga je gewoon weer een drankje drinken. En dan is ook gelijk die spanning of die rare blikken daarover weg. Ik denk toch wel dat je dat een beetje zal houden. Ja, er valt toch niks meer over te zeggen. En ik heb gewoon zoiets als je elkaar gelukkig maakt en je bent gelukkig met elkaar, who gives a fuck about anything else? Ja. Ja, dat is ook zo waar. Ja, toch? Ja. Okay. Jouw leven, Max. Ik hoop dat we je hebben geholpen, man. Ja. Absoluut. Top. Heel veel geluk. Mogen we wel zeggen dat het top is.